What's up gasten, SkillMyVVZ hier en vandaag openen we wederom 60.000 coins aan packs op de World Cup versie van Ultimate Team. Jazeker, vorige keer hebben we 90.000 geopend en dit keer gaan we 60.000 doen. Helemaal omdat het World Cup toernooi natuurlijk nu is losgebarsten. Vandaag opent Brazilië met zijn eerste wedstrijd en dat is de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap natuurlijk. En daarom openen we gewoon wederom eens een keer leuk wat packs. 60.000 coins gaan we gebruiken van de 110.000 coins die ik in de bovenhoek heb staan. Leuk om te openen natuurlijk, dus laten we maar gelijk erin duiken. Even heel snel, wil je Ultimate Team coins kopen, ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service. En gebruik natuurlijk de code VVZ bij betalen, dan krijg je 5% korting. Laten we de eerste pack gezamenlijk gaan openen, zoals gewoonlijk 5000 coins uit de pocket. De World Cup spelers, de eerste speler die we gaan krijgen. En er zitten nog een hele hoop zieke spelers die ik nog niet heb gehad. We hebben 5000 besteed, we laten hem open rollen. De eerste speler die we krijgen heet Stekelenburg, Maarten Stekelenburg. En we krijgen Itanje, Fernandez en Goganinjat en Grenier zo te zien en Stevanovic. Maar we hebben Maarten Stekelenburg, die natuurlijk geweldig WK heeft gespeeld vorig jaar. Die hebben we nu binnen in de pocket. We slaan alles op in de club uiteraard. En het pakketje gaan we natuurlijk inlossen straks. En deze drie spelers kunnen gediscard. Natuurlijk zie je weer de highlights van de pack opening natuurlijk. Van de packs die we openen. Dus laten we gelijk de tweede maar even erachteraan doen. Voor we met al die highlights beginnen. Tweede pack die we openen. Gaan we kijken wie krijgen we daaruit. Altijd leuk packs openen. Dus altijd spannend. Van de 12 packs is dit pack nummer 2. En we krijgen Menes, Jeremy Menes. Is die een 4-ster skill? Jazeker. En we krijgen ook nog André Schuurle. Kijk, dit is een lekkere tweede pack. En ook nog Adrian Ramos met zijn 3 sterren. Maar Jeremy Menes, daar ben ik wel heel blij mee. Met de rechtsmid heerlijk. En de linksmid Schuurle. Kijk, dit was een goede tweede pack. Oké, we hebben nog 95.000 over. Pack nummer 4 van de 12. Laten we kijken, wat krijgen we echt pack nummer 4? Hopelijk iets goeds. Ik hoop natuurlijk op een goede sterke speler uit Europa. Of misschien uit Brazilië. En wie krijgen we? We krijgen Donovan. Landon Donovan en Dani Alves. Kijk, die zocht ik. Daniel Alves, de rechtsachter van Brazilië. Met zijn 4-sterren skill moves, 90 snelheid. 85 dribbelen, 82 passen, 80 verdedigen. Heerlijke speler om te krijgen. Tommy Orr ook, Australië natuurlijk, die we tegen Nederland ook wel in actie zien gaan. En Klaas, die zo te zien in de verre hoek nog maar. Daniel Alves, een heerlijke pool. En nog steeds de beste pool dan die we nu hebben. Pakketje nummer 4 brengt ons dus geweldig geluk. Daniel Alves, heerlijk. Ik heb ondertussen ook al 408 items van de alle spelers die er zijn. Dus er zijn al een paar goede spelers uit. Maar we gaan kijken wie krijgen we uit pack nummer 6. De helft dus alweer van de coins. En daar moeten we toch wel een goede speler voor krijgen. Wie krijgen we? We krijgen Guyan. 80 algemeen, wel spits uit Ghana. Josie Altidore, Zussi, Willems op de bank zo te zien nog. En heel veel contracten, dat hadden we natuurlijk niet gehoopt. We slaan het allemaal op in de club. We krijgen ook Peralta zo te zien. Beetje balen, pack nummer 6 bracht ons geen geluk. Oké, op die Dani Alves na waren de packs een beetje ruk momenteel. Pack nummer 8 zijn we aan toe. En 8 bracht ons vorige keer geluk. Ik ga ook draaien. Kom op, pack nummer 8, breng ons geluk. Kom op. Ik draai nu weer terug omdat hij opent en we krijgen Julio César. En weer brengt pack nummer 8 ons weer geluk. Een goede keeper, Julio César. En verder nog een paar leuke spelers om in de club te storpen. Maar we hebben Julio César binnen. En wederom een Braziliaan naast die Dani Alves die we kregen. Verder kregen we Schuurle en Menes bijvoorbeeld. Ook weer lekker pack nummer 8. Nog 4 packs te gaan. Pakketje nummer 11. Doen we een keer een skip pack. Waarom niet? We hebben nog geen skip pack gedaan. Laten we een keer een skip pack doen. We gaan kijken. Let op. Ik skip hem nu dus. En we krijgen Nacunha Vidal. Arturo Vidal. Als dat niet de beste speler is die we momenteel hebben gehad, dan weet ik het ook niet meer. Arturo Vidal, Daniel Alves, Julio César, André Schuurle en Jeremy Menes. Toch wel redelijk packs voor die 60.000 die we hebben uitgegeven. Ik moest even voorzichtig zijn. En we zijn al toe aan het allerlaatste pack van deze pack opening. Want we openen tot de 50.000. Laten we hem rustig openen. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. En natuurlijk like de video. Abonneer ook als je dat nog niet hebt gedaan. Want ik doe heel vaak giveaways en zo. En we krijgen Lee Chung-yong en Ross Barkley en Fernando. Kijk, die Fernando die is ook lekker. CVM uit Brazilië. En Ross Barkley ook heel een leuke speler natuurlijk. Karagounis zo te zien, Forster en Blind ook nog. Het was weer een goede pack om te openen. Helaas geen topspelers er weer uit. Ja, dat zeg ik wel. Uit de laatste pack dan.
Verder Dani Alves hebben we gekregen. We hebben natuurlijk die Vidal net gekregen. We hebben André Schürrle, Jeremy Menez, Julio César. Dat was een lekkere pack opening. En dan gaan we nog even kijken naar het team momenteel. Even kijken naar wat voor team ik had opgesteld. Het team had ik net gedaan. Kijken we eventjes hier. Grenier, Maketti, David Lewis heb ik nu. Maxwell, Ramirez heb ik gekregen. Ogbonna, Gonalon, Grenier, Balotelli, Valbuena, Candreva. Laten we eens een Braziliaans elftal gaan bouwen met twee CVM's alsjeblieft. Even kijken hoe ver we komen. We zijn de selectie. We verwijderen alle niet-Braziliaan uit de selectie momenteel. Ik ben heel benieuwd wat het team eruit krijgt momenteel. Zo, kijk even wat er op de bank kan zitten. Kijk, Braziliaan uit de selectie, maar ik kan het even maken. Het komt nu goed uit. In ieder geval zo. Ronaldinho heb ik ook al pas voor de pack op. Check die even in de audio. Oké, wie krijgt uit Brazilië? Fernando, CVM. En nog centraal uit Brazilië? Volgens mij niet. Dat kan het eigenlijk zo te zien hebben we geen andere CVM, maar niet terug natuurlijk andere CVM's uit die regio. Zoals Garay, Conchi gaan hier zitten, Argentijn dan. In de goal hebben we natuurlijk goede César. Ik heb ook carrière gemaakt. Rechts achter de Romano, Daniel, oh, fles, helemaal komt. Dan heb ik twee spitsen. Zo te zien heb ik geen Braziliaanse spitsen. Wacht, ik heb nee, ook niet. Vargas, Moreno. Geen Braziliaanse spitsen, maar niet getreurd, want ik heb nog op de bank zitten bijvoorbeeld Luis Suarez. Die we dan even de spits in gaan zetten. Heerlijk, en dan nog één spits eigenlijk nodig uit die regio. Laten we gewoon gaan kijken of we een spits of CA hebben die naast Suarez kan staan. We hebben natuurlijk Forlan, dat zou kunnen, maar die is niet zo goed meer als dat hij was. Oh wacht, ik heb er al een gezien natuurlijk. Even terug. We hebben natuurlijk Ramos, Adrian Ramos. Die kan daar staan desnoods. En zo krijgen we maximum chemistry. Even kijken hoor. Ik heb nog meer, want we hebben nog een hele snelle volgens mij. Vargas, heeft hij ook skills? Ja, Vargas, die kan daar staan. En kijk, dit is een lekker team. Dit bedoel ik nou goed team. Ronaldinho kan ik desnoods nog vervangen. Ik heb even kijken, in mijn club bijvoorbeeld ook nog wat Braziliaan zetten. Voetbalbond. Zuid-Amerika, Brazil. Zie je dat? Tomato, Brazilian, Hernandez, Robinho, Maicon, Diego, Victor. Oké, wacht. Robinho, Hernandez, die mogen erbij. Zo, en dan nog als laatste Maicon. Of André Santos dan ook goed. Nee, Maicon natuurlijk. Zo, ik heb nog wel een sterk team hoor, in ieder geval met dit team. En dan zou ik dus nooit Robinho kunnen vervangen voor Vidal. Dus ik ga het nu doen. Dus ik moest even neer, want ik moest het uithalen. Ik moest als kamp. Vangspeler, oh, wacht. Chili. Wat is CM? Arturo Vidal. Kijk. Hoppa, heerlijk. Komt op 7 teamgeest, dat maakt niet zoveel uit. Want we hebben een heel sterk team. In ieder geval, dank je voor het kijken van de video. Dank je ook voor de like. En natuurlijk, deel ze met iedereen die je kent. Als ik 500 abonnees heb, geef ik 150.000 coins weg. Plus een Hazard, plus een Yaya Touré. Dus abonneer, zeker weten. Mijn naam is Schilmer VVZ. Dank je voor het kijken. Ik zie je heel graag volgende keer terug bij een volgende pack opening. Of een volgende Zomers Banter. Of een volgende Superster. Of een volgende Skill Moves. Of een volgende Giveaway. Later!